Toch ja. Ik heb dat van mijn petekind gekregen. Ze vond het echt zo'n ding voor een leraar. Ik snap niet waarom. Ze woont in Australië. Wat ik vandaag wil doen is... dus in de vorige cursus van vorig jaar bewust ergens de naam. Ze hebben ergens te maken. Wat ik vandaag wil met u bespreken is waar ze elkaar raken. En maakt u zich geen zorgen, ik zal u nog een keer het stuk wat ze elkaar raken nog een keer voor u op een rijtje zetten. Een speakbriefje. Ik laat even alle voorbeelden die we gedaan hebben er tussenuit. Wat hadden we gedaan? Ik was begonnen met de variatierekening. Zoek het optimale pad. Dat kan een extremum zijn, een optimum zijn en een minimum zijn. Door een ruimte heen. En ik ga ervan uit dat dat landschap, wat de functie f eigenlijk is, alleen afhangt van de coördinaat en zijn afgeleide. Dat vind ik me saai, geloof ik. Volg je me? Kom je? Ja, kom je? Ja, daar zijn we. Dus ik ga ervan uit dat dat landschap hier f alleen een functie is van i en i-accent, geen i-dubbel accent. Hè? Interessante vraag wat er dan gebeurt als je dat wel hebt. Hè? Dan blijkt dat optimale pad, dat is zowel een minimum of een optimum, hè, of een maximum, dat weet ik niet. Het extremale pad moet voldoen aan de Euler-Lagrange-vergelijking. Toen had ik geleerd dat ik op die manier mechanica kon doen. Dan moet ik voor die functie f, neem ik wat heet de Lagrangiaan. En ieder systeem heeft dan zijn eigen Lagrangiaan. En voor die Lagrangiaan geldt dan analoog aan deze de Euler-Lagrange-vergelijking. Ja? En de kunst altijd is de Lagrangiaan van het systeem te vinden. Ja? En we hadden een aantal dingen bekeken. Hadden we de Lagrangiaan bekeken van het elektromagnetische veld. We hadden de Lagrangiaan bekeken van de speciale relativiteitstheorie. En zo heeft ieder systeem zijn eigen Lagrangiaan. Nu lijkt dit formalisme veel moeilijker dan het Newtoniaanse formalisme. Maar dat is slechts een kwestie van perspectief. Wij hebben het geluk dat we de woorden die in die Newtonse mechanica voorkomen, ook in het dagelijks leven gebruiken. Kracht, versnelling, massa. Ja? Maar we worden er als het ware een beetje ingeluisterd en we zien dan niet meer dat het veel dieper gaat dan dat. En beseft u, hè? Ik bedoel, net zo als u eigenlijk verzint dat er een normaal kracht moet zijn, ook black magic. Waarom zou dat bestaan? Ja, omdat ik niet door die tafel heen zak. Hè? Of dat er verzint dat er een zwaartekracht moet zijn die op een bepaalde manier in elkaar zit. Of een wrijvingskracht, of een spankracht, of een veerkracht. U verzint het allemaal maar. Hè? Dat is eigenlijk net zo mysterieus als hoe kom ik aan die Lagrangiaan? Het is vaak een achteruitredeneren. Je ziet dat doet wat je wilt dat het doet. Dus is het de Lagrangiaan. Ja? Je ziet dat je een extra kracht nodig hebt dat ik niet door die tafel zak. Dus moet er een kracht bestaan. Hoe kan me die dan voorstellen? Ja? Dat is eigenlijk wat daar notendopje tussen zit. Alleen het enorme voordeel van het Lagrange en het Hamilton-formalisme is dat het niet alleen toepasbaar is op de klassieke mechanica, maar op alle mechanica. De kwantummechanica, speciale, algemene relativiteitstheorie, Higgs-bosonen. Toen Higgs zijn theorie opschreef van het Higgsveld, wat hij opschreef was een Lagrangiaan. En hoe hij dan in die Lagrangiaan kwam, is een beetje worstenmakerij. Hè? Je moet nooit weten wat er precies in de worst gaat. Hè? Dat is hetzelfde van hoe Newton verzon dat die en die en die krachten moesten bestaan. Een beetje, ja? Alleen achteraf kan hij zeggen, kijk, het werkt. Hier hetzelfde. Ja, het werkt, en dan some. Ja? Het draagt je verder. Ja? Nou, ondanks dat formulisme zo krachtig is, ja, lijkt het tekortkomingen te hebben. De eerste is dat er maar een eerste afgeleide in voorkomt. Ja? Wat gebeurt er dan als je een tweede afgeleide hebt? Dan blijkt
dat het een reeks, of een derde of een vierde, dat het een reeks wordt. En wat de hel betekent die reeks? Nou, nu zijn er mensen die beweren dat je het oorspronkelijk opblazen van de... van het universum kunt beschrijven met de Lagrangiaan, met een tweede afgeleide. Ja? Daar zou het bijvoorbeeld iets mee te maken kunnen hebben. Ja? Een ander ding is, om de link te maken tussen dit en dit, ben ik uitgegaan van conservatieve krachten. Ik heb gezegd, ik heb een kracht die de gradient is van de potentiële energie. Daarom was er een klassieke mechanica, die Lagrangiaan T min V. Hoe kan het dan zijn dat zo'n verschrikkelijk krachtig mechanisme, hè, die het in de kwantummechanica, relativiteit overal zo goed doet, niet in staat is met iets om te gaan als wrijvingskrachten, niet conservatieve krachten? Nou, nu, er zijn allerlei methodes om dat dan wel te doen. Hè. Ik had u gezegd, als hij niet gelijk aan nul is, maar een van de functie is, dan heb je daar een wrijvingskracht staan. Hè. Dat heet de Rayleigh approximation. Of ik kan... het aantal variabelen verdubbelen en het dan zien als twee systemen die tegen elkaar inlopen. Hè? Dus dat is ook een manier van doen. En een derde manier van doen, wat een moderne manier van doen, is te zeggen, kijk, dat theorema van Bauer uit de 30e jaren, dat is sluitend. Dus dat je, als je geheeltallige afgeleiders hebt, hè, dat je alleen maar in je bewegingsvergelijking een eerste afgeleide is een tweede afgeleide een derde of een vierde. Dus en de afgeleide geeft je een tweeënde afgeleide in je bewegingsvergelijking. Dus als ik een eerste afgeleide wil hebben, dan zou ik dus een halve afgeleide moeten hebben. Het is alleen de vraag, hoe neem ik de halve afgeleide van een functie? Nou, dat kun je. Ik heb je laten zien waar je dat kon vinden op mijn YouTube-kanaal. En het interessante aan die halve afgeleide is dat het niet meer... een lokale afgeleide is en een punt is. Hè? De eerste afgeleide is de helling en de tweede afgeleide is de buiging in dat punt. Hè? Maar daar weegt die hele functie mee. Dat is precies dat wat je van een wrijvingskracht wil. Dus de manier om zo'n wrijvingskracht te incorporeren in een Lagrangiaan... is toe te laten dat er ook halve afgeleiders in voorkomen. Daar wordt het wiskundig extreem lastig van. Hè? Sorry? Dat is een college op zichzelf. Even kijken of ik dat makkelijk kan vinden. Even kijken of ik dat makkelijk kan vinden. Eens kom. Akkoord, ja, akkoord. Ga weg. Ja. Dat mensen dit handig vinden. Ah, come on. Doe het. Ik zoek de goede slide, dat ben ik aan het doen. Ja. Het eerste wat je doet, is je daar een idee van voorstellen hoe dat moet. Hè? Je neemt functies waarvan je kunt raden wat die halve afgeleiden zijn. Hè? Dus e tot de macht ax, als je dat n keer differentieert, dan krijg je a tot de n de e tot de macht ax. Dat geeft weer dezelfde functie terug. Ja? En dan zeg ik, oké, als het systematisch moet zijn... Hè?
dan zal ik tot de macht gamma, wat even die gamma is, zou deze functie moeten zijn. Dat is het eerste wat je doet. Hè? Datzelfde, dus eerst speel je een beetje met... even meespelen. Ja. Speel je een beetje met functies, hè? Dat is wat ik hier doe. En nu iedere functie is als een Fourier-transform te lezen van dit soort machten. Dus kan ik het in essentie ook bij iedere functie doen. Ja? Dat is stap 1. Maar dat is patchwork. Dat is een idee krijgen hoe die dingen werken. Ja? Even kijken. Het andere voorbeeld. Dit is een, ik bedoel, in plaats van de E-macht kan ik ook een willekeurig andere polynoom nemen. Hè? X tot de M. Dan kan ik datzelfde trucje ook mee spelen. Als ik kan raden wat X tot de M... X tot de macht gamma, x tot de m, dus kan ik dat ook in die manier ontbinden. Dus hetzelfde trucje eigenlijk. Ja? En op die manier maak ik het consistent hiervan. Maar dan heb ik nog steeds geen idee wat het precies betekent. Hè? Ja. Hm? Ja. Werk nou eens gewoon mee. Sorry? Ja, maar dan begint hij te ouwe hoeren. Die dingen zijn niet helemaal consistent, maar dat is... Oh, wacht, hier komt het. Dit is de slide die ik wil hebben. Sta je daar? Is dit de hel? Staat hier tussen? Stop! Ja. Dus als eerst, als ik het systematisch ga bekijken, de eerste afgeleide is dit. Hè? De tweede afgeleide is dit doen, hè? De eerste afgeleide van die nemen. Dat kan ik uitschrijven. En dan krijg ik hier van die... Eigenlijk, je ziet hier stiekem al het binomium van Newton ontstaan. Ziet je dat? Min epsilon, min 2 epsilon voor factor 2. Derde afgeleide. Min epsilon, min epsilon, min 2 epsilon, min 3 epsilon. Voor factor 3, 3, 1. Hè? Het ontstaat eigenlijk al. Hè? Dus wat ik eigenlijk moet doen... Ja. Ja. Als ik dit met een halve afgeleide doe, ja, dus dat is dat binomium van Newton dat ik u net zei uitgeschreven. Als ik dit nou dus voor, als die n even is, en een integer is, staat hier een eindige hoeveelheid term. En als ik dan die epsilon naar 0 laat gaan, ja, dan gaan al die punten schuiven toe naar f van x. En ziet u dat? Als die n niet een integer is, staan hier oneindig veel termen eigenlijk. Namelijk van het beginpunt tot aan het eindpunt. Oneindig veel. En als ik die epsilon dan naar 0 laat gaan, weeg ik eigenlijk die hele functie mee die daarvoor zit eigenlijk. Op deze manier. En zo neem je een halve afgeleide. Dus die hele functie weegt mee. Kijk, waar sta je? Ja, dat heb ik net gezegd. Dat dus. Dus als dit ding even is, of 1 is, hè, dan is alleen deze twee. Ja, en dit punt schuift dan als ik epsilon naar 0 laat gaan, die kant uit. Tweede afgeleide komt dit punt erbij, dat schuift ook die kant uit. Derde afgeleide
bijvoorbeeld dit punt bij, schuift ook die kant uit. Hè. Epsilon is klein, hè. Dus hier past het oneindig veel tussen. Hè. Als ik een halve afgeleide neem, heb ik alle punten, alle x min epsilon, tot aan daar doen mee. Die reeks breekt namelijk niet af, dat binomium van Newton. Ja? En al die punten wegen dus mee in mijn halve afgeleide. En dat is toch eigenlijk precies wat je van de wrijvingskracht wil. Namelijk dat precies de voorgeschiedenis ook meetelt eigenlijk. Ja? Zo is de halve afgeleide of de wat voor macht afgeleide ook gedefinieerd. Ja, daar past hij niet in. Nee, dat klopt. Nee, dit is echt gezien van, ik heb erkend dat die de eerste afgeleide, de tweede afgeleide, de derde afgeleide, de vierde afgeleide eigenlijk een reeks is van fx min fx min epsilon, of fx min epsilon, min fx min 2 epsilon, en de derde was fx, fx min epsilon, fx min 2 epsilon, fx min 3 epsilon. En die getalletjes daarvoor waren de binomiaal getallen van Pascal. Ja? Dus, oké, dus de afgeleide is zo'n binomiaal formule eigenlijk. En die heb ik veralgemeniseerd tot, nu neem ik diezelfde formule, ja, maar dan laat ik toe dat n niet integer is. En dan zou je zeggen, ja maar wacht eens even, hoe doe ik dat dan met die n over i? Ja, n faculteit gedeelde n min i faculteit. Dan moet ik dus ook die faculteitfunctie veralgemeniseren. En die bestaat ook, dat is de gamma functie. Consistent gedefinieerd dat je goede afgeleiders krijgt. Als je n is 1 en n is min 1, hè, dan ben je aan het integreren. Mag ook. Hè. Maar hij doet het dus nu bij een half. En, ja? Hoe doe je dat? En dan ziet u het weer gebeuren. Hè. Ik had u toch gezegd van het is alsof wiskundige dingen verzinnen. Ja? Of afgeleiden is door wiskundigen verzonnen. En verdomme, dan heb je de natuur weer. Ja? De gamma-functie voor niet-gehele getallen, daar zit het op. Daar zit de spieks in. Ja, daar zit de continuïteit. Daar heeft u helemaal gelijk in. Ja, hij blaast op een... Ja. Dus er zit nog meer in. Dat zit ook in dat filmpje, als je dat... Okay. Dus, maar dat is de gest of het. Ja? Dus ik liet u net zien... Ik nam eigenlijk twee polynoomontbindingen eigenlijk. Hè? De e-macht en x tot de n. En op die beide manieren kon ik dan consistent uitbreiden naar een halve afgeleide. Hè? En die beide geven niet hetzelfde antwoord. Maar de e-macht kan ik schrijven als een som van x tot de n. Dus. En die geven ze niet hetzelfde afstand, niet bij grote x, maar bij x is 0. En dat komt omdat, als je erover nadenkt... De beginwaardes voor die twee reeksontwikkelingen, dus al die termen daarvoor wegen mee. Hè? Voor de ene is de beginwaarde 0 en die voor die andere is die min oneindig. Dan gebeurt eigenlijk dat wat je al verwachtte. Bij de ene weegt de staart daarvoor al mee, bij die andere niet. Ja? En eigenlijk is het weer een illustratie hoe wiskunde dan verdorie weer in de natuur voorkomt. Belangrijk is dat die Lagrangiaan een invariant van het systeem is. Het mag natuurlijk niet uit, dat heuvellandschap mag niet afhangen wie er kijkt. Zolang je maar in het initiaalstelsel zit. Hè? Zelfs dat niet altijd. Ja? Dan hadden we naar behouden grootheden gekeken. Het was simpel begonnen, als die Lagrangiaan niet van een bepaalde variabele afhing, dan was de kanonieke impuls die daarbij hoorde, die was behouden. Dat snapten we, hè? Dat was simpelweg Euler-Lagrange, hè? Waar sta je vriend, hier. Als deze term 0 is, dan is die ddt van die term ook 0, is die constant. Ja? Daarna hadden we gekeken naar het theorema van Noether. Noether zegt dat als de Lagrangiaan symmetrisch is voor een continue infinitesimale transformatie, dus die epsilon die hier voor staat kan oneindig klein zijn, hè? En die k die hier staat is een functie van de variabele. Dus continu, infinitesimaal. Ja? Dan is de behouden grootheid van het systeem de kanonieke impuls die bij die variabele hoort, keer die k of al i gesommeerd. Ja, dat hadden we heel abstract gedaan. Dat hadden we
gekeken naar translatie. En toen hadden we gezien wat hier eigenlijk staat, is gewoon de impulsbehoud. Toen hadden we gekeken naar een systeem wat rotatiesymmetrisch is, dus een beetje draaien. Toen had ik gezien wat hier staat, is draaiimpulsbehoud. En toen hadden we naar de tijd gekeken. En dan is wat hier staat, de energie. Dus wat Noether heel zegt eigenlijk, is behouden grootheden zijn niet het Zwitserse zakmes van de natuurkunde. We gebruiken het steeds. Maar er zit iets fundamenteels achter. Namelijk de symmetrie. Bij iedere behouden grootheid hoort een continue infinitesimale symmetrie. Dat doet het. En als die symmetrie er niet meer is, hè, is die behouden grootheid ook weg. Dus op het moment dat ik geen tijdssymmetrie meer heb, is energiebehoud weg. Ja? En toen had ik gezegd, stel nou, ik wil in plaats van variabele, niet een variabele en zijn afgeleide, maar de variabele en zijn kanonieke impuls. Hoe zou ik dat willen? Impuls is een viervector in de speciale relativiteitstheorie en algemene relativiteitstheorie. Kwantummechanica gaat het over plaats en impuls, niet plaats en snelheid. Hè? Zo'n transformatie heet een Legendre transformatie. Hè? Toen had ik daar doorheen geouwehoerd. Ik gezegd, kijk, ik wil dus Q punt veranderen in P. Hè, die P is als op een of andere manier een functie van die Q punt. Hè? Ook van Q, hè, maar die interesseert me even niet. Hè? Het oppervlakte onder die grafiek, dat moet mijn Lagrangiaan zijn. Want del dq punt, hè, dat had ik gedefinieerd als de impuls. Hè? Dus dat, en wat is mijn Hamiltoniaan dan? Dat is het gespiegelde oppervlakte eigenlijk. Hoe reken ik dat uit? Dus de hele vierkant, min die L, dat is wat hier staat. En net zoals de afgeleide van dit oppervlakte de variabele die is, is de afgeleide van dit naar die variabele is die. Dat is wat hier staat. Maar ja, ik voel al hier iets, dit is nog niet compleet. Want er mag geen informatie verloren gaan. Dit is een tweede orde differentiaalvergelijking. Twee randvoorwaarden. Dit is een eerste orde differentiaalvergelijking in essentie. Één randvoorwaarde. Dus ik moet nog een variabele hebben. Oké, dan gaan we zoeken. Wat is er logischer dan als ik hier dhdp heb, ook te kijken naar dhdq punt. Afgeleiden van die h als functie van deze variabele in plaats van die variabele. DHDQ, sorry, de variabele die niet voorkomt. Die term valt weg, die komt er niet in voor. Dan staat hier min DLDQ. Staat hij weer naar Sint-Jutemus te kijken. Wat heb je, vriend? Kom je mee? Kom je mee? Ja? Ja? Heeft het warm, denk ik. Ja? Nou, DLDQ, ja? Dat is deze term in mijn Euler-Lagrange-vergelijking, die is dus gelijk aan deze term. Dus hier staat DLDQ is eigenlijk min P punt. Dus dit zijn mijn twee Hamilton-vergelijkingen. Hetzelfde formalisme, alleen in andere variabelen. Dat is waar we gebleven waren. Ja? Wat ik nou wil doen, is kijken hoe plakt dit nou vast aan wat we vorig jaar gedaan hebben. Want ik heb eigenlijk twee keer hetzelfde verteld, zonder dat u het merkte. Ja? Dat is wat we gaan doen. Ik denk dat ik die meneer even opnieuw opstart, dat hij misschien met die flauwekul ophoudt.